Dag kijkers. Ik ben Hermine voor RTV 48 met het nieuws voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Wij beginnen met Nikeriane klaar voor toekomst als kapper. Nikiri, de stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling SAO heeft recent certificaten uitgereikt aan cursisten in Nikiri die de vaktraining kapper B succesvol hebben afgerond. Deze training maakt deel uit van het landelijke project Wroko fu Moni van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Het doel is om praktische vaardigheden aan te leren waarmee deelnemers direct als kapper aan de slag kunnen, wat niet alleen bijdraagt aan persoonlijke inkomsten, maar ook aan de economische groei van Nikiri. Districtscommissaris Senrita Kobardan benadrukte tijdens de ceremonie dat het beheersen van een vak zoals kapper deuren opent voor zowel werk als persoonlijke ontwikkeling. Het ministerie zet zich in om met dit project werkgelegenheid te stimuleren en blijft investeren in dergelijke initiatieven. Wij vervolgen met meer nieuws. Bond ABP Ros legt werk neer. Nikiri, sinds donderdag heeft de Algemene Bond van Personeel bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport AB ROS het werk neergelegd. Volgens bondsvoorzitter Romeo Ravenberg is de situatie onhoudbaar. Het wensenpakket van de Bond, waarin verhogingen van diverse toelagen zijn opgenomen, blijft onbeantwoord door het ministerie. Personeel klaagt onder andere over de lage brandstoftoelagen, terwijl zij vaak eigen voertuigen inzetten voor werk. De Bond stelt dat deze omstandigheden niet langer acceptabel zijn. Hoewel sommige leden zich geïntimideerd voelen door mogelijke gevolgen, staat een groot deel van de Bond vastberaden in hun stakingsrecht. De actie gaat door. Totdat er concrete resultaten worden geboekt. Wij vervolgen met meer nieuws. OKB en Franse ambassadeur bespreken verkiezingsuitdagingen en samenwerking. Paramaribo, het onafhankelijk kiesbureau OKB, heeft vrijdag een ontmoeting gehad met de Franse ambassadeur Nicolas de Lacoste in aanloop naar de verkiezingen van mei 2025. Tijdens het overleg werden uitdagingen besproken, zoals de organisatie van de verkiezingen en de logistiek rondom stembiljetten. De ambassadeur prees Suriname voor haar betrouwbare verkiezingsproces en toonde interesse in verdere samenwerking. De OKB benadrukte het belang van internationale partnerschappen en kondigde aan dat Frankrijk een expertise-uitwisselingsprogramma zal voorbereiden om het proces verder te ondersteunen. Transparantie en efficiëntie blijven topprioriteiten voor de verkiezingen in 2025. Wij vervolgen met meer nieuws. Opinie? Van Dijk-Silos kraamt onzin uit met opmerking over onderminister. Jennifer van Dijk-Silos, jurist en voormalig voorzitter van het OKB, heeft zich onlangs uitgelaten over de benoeming van onderministers, specifiek de onderminister die verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie van de verkiezingen in Suriname. In het programma Bakana Tori beweerde zij dat volgens de kiesregeling een onderminister geen enkele autoriteit heeft... Volgens haar is het uitsluitend de minister of de directeur die dergelijke verantwoordelijkheden draagt. Deze uitspraak is echter misleidend en juridisch onjuist. Artikel 124 van de Surinaamse Grondwet stelt duidelijk dat een onderminister, indien de minister dat nodig acht, volledig in dienstplaats kan optreden, inclusief het coördineren van verkiezingen. Het idee dat de betrokkenheid van een onderminister in de verkiezingen de wettigheid ervan in gevaar zou brengen, is totaal ongegrond. Het is opmerkelijk dat iemand met de achtergrond van van Dijk Silos zulke onjuiste informatie verspreidt, vooral gezien haar rol als voormalig OKB-voorzitter. Dit roept vragen op over haar eerdere acties, waaronder haar poging als minister van Justitie om het decembermoordenproces te torpederen. Een actie die door het Hof van Justitie werd teruggedraaid. Visser weigert geleend geld voor familiebegrafenis terug te betalen aan ondernemer. Afgelopen week escaleerde een confrontatie tussen een ondernemer en een visser, AD, over een onbetaalde lening van 1500 USD die in 2023 werd verstrekt voor een familiebegrafenis. De ondernemer sprak AD aan over het resterende bedrag, maar de visser weigerde te betalen. Dit leidde tot een fysiek conflict. Waarbij de visser de ondernemer meerdere keren in het gezicht sloeg. Na de confrontatie ontdekte de ondernemer dat een deel van zijn gouden ketting en oorbellen verdwenen was. De politie van Station Meerzorg werd ingeschakeld en wist AD op te sporen en aan te houden. In samenwerking met het Openbaar Ministerie is de visser in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. Verdachten aangehouden met verschillende soorten drugs tijdens controle. In Para voerde de politie van het bureau Paranam een controle uit in het kader van het jaarafsluitingsplan. Hierbij werd KR 30 staande gehouden, die zich verdacht gedroeg. Tijdens een fouillering werden 17 bijtc-pillen, een witachtige substantie van 4,78 gram, een oranje substantie van 2,17 gram, kleine ziplokzakken en drie fijnwegers aangetroffen. KR werd onmiddellijk aangehouden en de drugs werden in beslag genomen. De politie zal doorgaan met het uitvoeren van controles om de veiligheid in Suriname te bevorderen. Wij vervolgen met meer nieuws. Reizigster en betrapt op drugssmokkel naar Nederland, 7,8 kilo cocaïne verstopt in jeans. Op vrijdag 6 december 2024 heeft het Bestrijding Internationale Drugsteam, BID, een 69-jarige Nederlandse vrouw, HR, aangehouden op de Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname... De vrouw stond op het punt naar Nederland te vertrekken. toen 769 gram cocaïne werd aangetroffen in haar bagage, verstopt in jeansbroeken. De verdachte en de in beslag genomen drugs zijn overgedragen aan de narcotica-brigade. Na overleg met het Openbaar Ministerie is HR in verzekering gesteld. Deze aanhouding onderstreept de waakzaamheid van de Surinaamse autoriteiten in de strijd tegen drugshandel. Wij vervolgen met meer nieuws. Defensie Suriname houdt workshop over nucleaire veiligheid. Suriname heeft op vrijdag 6 december samen met de Verenigde Naties, UNODC, een workshop georganiseerd om het belang van nucleaire veiligheid te benadrukken. De workshop ging over de International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, ICCN, een verdrag waar Suriname mogelijk lid van zal worden. Minister Krishna Mathura en VN-vertegenwoordiger Artem Lazarev benadrukten de wereldwijde impact van nucleaire veiligheid. Ze gaven aan dat het beschermen van nucleaire en radioactieve materialen tegen misbruik door criminelen of terroristen essentieel is. Canada steunt dit initiatief en hoopt dat Suriname snel het verdrag ondertekent. Suriname heeft al stappen gezet, zoals de oprichting van de Suriname Non-Proliferation Authority, SNA. Wij vervolgen met meer nieuws. Jongeman aangehouden die kerstbrood met cocaïne probeerde te posten. Op dinsdag 3 december 2024 werd de 20-jarige RZ aangehouden door de Narcotica Brigade. nadat 92 gram cocaïne werd ontdekt in een kerstbrood dat hij wilde versturen naar Nederland. Het pakket was op 1 december bij een postbedrijf in Paramaribo ingeleverd. RZ bleek eerder al in juli van dit jaar te zijn aangehouden voor een vergelijkbare zaak. Na zijn aanhouding op 3 december. Werd hij opnieuw in verzekering gesteld na overleg met het Openbaar Ministerie? De politie waarschuwt dat personen vaak anderen vragen om pakketten te verzenden tegen betaling, wat kan leiden tot ernstige gevolgen zoals betrokkenheid bij drugssmokkel. Wij vervolgen met meer nieuws. In de vroege ochtend van 8 december 2024 vond een aanrijding plaats tussen een e-bike en een voetganger nabij de hoek van de Wilhelmina- en Plutostraat in Suriname. De bestuurder van de e-bike, die rond 6.15 uur reed, botste met een dakloze man die plotseling voor de e-bike sprong. De e-bike bestuurder raakte gewond aan zijn enkel, terwijl de voetganger een kapwond aan zijn hoofd opliep. Beide slachtoffers werden naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht voor behandeling. De politie heeft de zaak in onderzoek. Wij vervolgen met meer nieuws. Als PL minder dan vier zetels krijgt, win je een miljoen Amerikaanse dollars. Paul Somoharjo, voorzitter van de Perchaya Luhur, heeft tijdens een feestvergadering ter ere van het 26-jarig bestaan van de partij aangekondigd een PL-betting te openen. Somoharjo wet een miljoen Amerikaanse dollars dat zijn partij meer dan vier zetels zal behalen bij de verkiezingen van 25 mei 2025. Dit bedrag zal via een notaris worden gereserveerd. De PL-leider reageert hiermee op een opiniepeiling... waarin werd gesteld dat de partij slechts één zetel zou behalen. Hij moedigt sceptici aan om mee te doen aan de weddenschap... met een minimale inzet van 100 Amerikaanse dollars. Deelnemers kunnen tot en met 2 mei 2025 inschrijven. Somohartjo gaf verder aan dat de opkomst bij de vergadering groot genoeg was om vier zetels te behalen. Hij kondigde massameetings aan in januari in Nikiri en Saramaka... En de selectie van kandidaten voor de nationale assemblée in februari. Wij vervolgen met meer nieuws. Emilia, man die club-eigenaar neerschoot, vermoedelijk naar Guyana gevlucht. Paramaribo. De man die zondagochtend de eigenaar van club 911 neerschoot, is volgens het meldpunt informatie anoniem, vermoedelijk naar Guyana gevlucht. Getuigen uit het district Nikiri melden dat de verdachte Roy Daniels, alias Durga, zijn toevlucht zocht in het westen van Suriname. Op videobeelden is te zien hoe Daniels na een woordenwisseling met clubeigenaar Winston Stolk bij de deur van de club zijn vuurwapen trok en schoten loste. Ondanks een poging van een omstander om in te grijpen raakte het slachtoffer ernstig gewond. De MIA heeft een red-alert uitgegeven met een foto van de verdachte en hulp ingeroepen via justitiële kanalen in Guyana om Daniels op te sporen en te arresteren. Het onderzoek loopt. Wij vervolgen met meer nieuws. Sambura Master Mark Lasso overleden. Paramaribo, Mark Lasso, ook bekend als Mark Lan en de Sambura Master, is op 42-jarige leeftijd overleden in het academisch ziekenhuis Paramaribo. Lasso, lid van het Karaïbevolk, bracht met zijn groep Sambura Woyupor traditionele inheemse muziek naar een breed publiek. De Sambura, een muziekstijl met grote trommen en schudinstrumenten. Speelt een belangrijke rol in de Caraibu-cultuur. Lasso combineerde traditie met spiritualiteit in zijn optredens en werkte mee aan culturele en maatschappelijke projecten, waaronder een CARICOM-campagne tegen gendergerelateerd geweld. Zijn werk kreeg internationale erkenning met optredens in frans guyana Guyana, Trinidad, Brazilië en Peru. Het overlijden van deze culturele icoon wordt op sociale media met grote verslaggeving ontvangen. Wij vervolgen met meer nieuws. Zo. So... Ingrid Bouterse-Waaldring, NDP moet ontevreden leden terughalen om verkiezingen te winnen. Ingrid Bouterse-Waaldring, voormalig First Lady en NDP-topper, benadrukte tijdens een ONDRO-OZO-bijeenkomst dat de Nationale Democratische Partij, NDP, ontevreden leden moet terughalen om zich sterker te positioneren voor de komende verkiezingen. Als coördinator van het resort Blauwgrond stelde ze dat de huidige regering veel structuren in het land heeft vernietigd. Wat heeft geleid tot armoede en sociale onrust? Volgens Boterse Waaldring is de NDP de enige partij die het belang van het volk centraal stelt en riep zijn partijleden op om voormalige aanhangers te overtuigen om hun stem uit te brengen op de partij. Ze richtten zich ook tot de jongeren met de oproep zich bewust te worden van de slechte onderwijssituatie en de verandering die nodig is. NDP-fractieleider Parmesaar, focus op sociaal beleid. Rabin Parmasar, fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblee, benadrukte de rol van jongeren in het resorte blauwgrond en waarschuwde dat de feestdagen somber zouden zijn door de huidige financiële en sociale crisis. Hij bekritiseerde de regering voor falen op gebieden zoals gezondheidszorg en onderwijs. Hij pleitte voor de herinvoering van schoolvoeding om kinderen te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Parmesar stelde dat de NDP zich wil inzetten voor sociaal beleid en hoopt het aantal stemmen van de partij bij de komende verkiezingen te verdubbelen door huis aan huis kiezers te mobiliseren. Wij vervolgen met meer nieuws. Directeur Volksgezondheid, meer preventie nodig tegen infectieziekten en chronische aandoeningen. Rakesh Gayadar Sukul, directeur van Volksgezondheid, benadrukte in een gesprek dat Suriname kampt met een hoge prevalentie van infectieziekten. Waaronder HIV/AIDS. Hij benadrukte het belang van intensieve voorlichting en preventieve maatregelen om de verspreiding van infectieziekten te beperken. De directeur riep op tot gerichte campagnes om mensen te motiveren zich te laten testen op HIV-AIDS en andere seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals. Naast infectieziekten sprak Gayadar Sukul over de ernstige impact van niet-overdraagbare aandoeningen, zoals diabetes. Hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, die wereldwijd veel sterfte veroorzaken. Hij noemde deze silent killers en benadrukte dat met intensievere begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen er over tien jaar een daling van complicaties en sterfte te verwachten is. De overheid werkt samen met instanties zoals de stichting Lobby en Healthy Hub om voorlichting te bieden en de beschikbaarheid van preventieve middelen te vergroten. Het doel is een bredere aanpak van gezondheidszorg te hanteren. Wij vervolgen met meer nieuws. Hey kijker, heb je al een like voor de video gegeven en ben je al geabonneerd? Nee? Druk dan snel op die knop en steun ons. Jouw steun helpt ons om meer van dit soort content te maken. Hoe meer likes, hoe meer motivatie. Bedankt. Geslaagde Bonte Avond Senioren door Stichting Het Moederhart. Op zaterdag 7 december 2024 heeft Stichting Het Moederhart een geslaagde bonte avond georganiseerd voor senioren in het gebouw van het Burgerinformatiecentrum in Nickery. Het evenement, dat werd mogelijk gemaakt door een donateur, was speciaal bedoeld voor de senioren van de dagopvang van de stichting. Nandini Dinai, voorzitter van de stichting, benadrukte de unieke talenten van de senioren, die vaak niet de kans krijgen om deze te tonen. Tijdens de avond lieten de senioren dan ook het beste van zichzelf zien... met zang, dans, muziek en een modeshow. Er waren 35 senioren uit de dagopvang, 10 uit Henaar... en verschillende genodigden aanwezig... waaronder districtscommissaris Senrita Gobardan, die de aanwezigen toesprak. De sfeer was gezellig en levendig... met de senioren zichtbaar genietend van de activiteiten eten en drinken. Dinai meldde ook dat de dagopvang vrijdag zal sluiten... Om de senioren de gelegenheid te geven de feestdagen met hun families door te brengen. In januari zullen ze weer opgevangen worden. Het project wordt uitgevoerd door het Bureau Gemeenschapsprojecten. Het was een bijzondere avond vol vreugde en samenzijn, waarin de senioren even in de schijnwerper stonden en hun talenten konden delen met anderen. Wij vervolgen met meer nieuws. KBS lanceert vuurwerkcampagne op scholen in Nikiri. Nikiri. Het korps brandweer Suriname organiseert van 4 tot en met 8 december een vuurwerkcampagne in Nickerie. Deze campagne is gestart vanwege het hoge aantal vuurwerkgerelateerde ongelukken in Paramaribo en Nickerie de afgelopen jaren. De campagne, geopend door districtscommissaris Senrita Cobardan, richt zich op voorlichting op scholen over veilig omgaan met vuurwerk, brandveiligheid en zelfredzaamheid. Gobardan selecteerde samen met de Onderwijsinspectie scholen van basisschool tot VOS-niveau. Tijdens de openingsceremonie op de SITA-school ontvingen zij rookmelders en vuurwerkbrillen. De voorlichting is gericht op jongeren, waarbij de bikersunit van het KBS bewustwording stimuleert om vuurwerkincidenten te voorkomen. Wij vervolgen met meer nieuws. Suparmin Joyobasari, Edward Reggio Pawiro en andere PL'ers nu bij ons. Paramaribo. Edward Reggio Pawiro, oud-major en cultuurkenner, heeft samen met andere Perjaya-Luhurleden de overstap gemaakt naar de samenwerkende partijen ABOP, PDO, NSK, NS en DVS. Deze aankondiging deed Supermin Jojo Bessari zaterdag tijdens een feestvergadering ter ere van het twaalfjarig bestaan van de PDO. Jojo Bessari benadrukte dat de groep niet alleen opkomt voor specifieke bevolkingsgroepen, maar voor alle Surinamers. De focus ligt op het behalen van 100.000 stemmen. En het verkrijgen van regeermacht om het land effectief te kunnen besturen. De samenwerking met ABOP wordt gezien als cruciaal voor de verkiezingen van mei 2025. Wij vervolgen met meer nieuws. Man dood na steekpartij, Poezie aangehouden als verdachte. Op zondag 8 december 2024 werd Rinaldo M., beter bekend als Poezie, opnieuw door de politie van Suriname aangehouden. Dit gebeurde nadat hij betrokken bleek te zijn bij een steekpartij aan de Cancantriestraat in Paramaribo. De steekpartij zou zijn ontstaan na een ruzie tussen Poesi en een man, geïdentificeerd met de initiale JB. Helaas liep het conflict fatale gevolgen voor JB, die het leven liet door de steekwonden die hij opliep. Poesi werd direct na het incident opgepakt en wordt als verdachte in deze zaak vastgehouden. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van de steekpartij en het gerechtelijk vervolg zal binnenkort volgen. Wij vervolgen met meer nieuws. Donegi Abena stopt met kickboksen na verlies tegen Tarek Kabes. In een zenuwslopend gevecht van vijf rondes heeft Tarek Babes zijn lichtzwaarge gewichtwichttitel behouden tijdens Glory Collision 7 op zaterdagavond 7 december 2024 in het Gelderdoom in Arnhem. Kababes versloeg Donesi Abena, die uitkomt voor Suriname, in een trilogiegevecht vol actie en spektakel. Abena, die pas 26 jaar oud is, liet direct na de uitslag weten dat hij stopt met kickboksen. Ondanks zijn tactische aanpak, met knieën en lichaamstoten, bleef Kababes druk zetten met zware combinaties. Het gevecht ging tot de laatste seconde door, maar het was Kababes die na een nipte jurybeslissing als winnaar werd uitgeroepen. Na het gevecht legde Abena zijn handschoenen neer in de ring en kondigde hij zijn afscheid aan van Glory na een glansrijke carrière. Abena, die zijn professionele debuut maakte op 25 september 2015 en in 2018 zijn debuut bij Glory, had tegen Stefan Suspergi gaf aan open te staan voor nieuwe uitdagingen in andere vechtsporten. Verboden goederen in cellenhuizen. Politie richt pijlen op eigen personeel. Milton Kensmill, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, KPS, heeft aangegeven dat politiemannen waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor het binnenbrengen van verboden goederen in de cellenhuizen. Recent werd tijdens een controle in het cellenhuis Latour een aanzienlijke hoeveelheid verboden spullen aangetroffen: waaronder mobiele telefoons, earpieces, opladers, een XTC-tablet, marijuana en andere scherpe voorwerpen. Kensmeel merkte op dat de burgerij geen toegang heeft tot de cellenhuizen, wat betekent dat de kans groot is dat politiemensen betrokken zijn bij het smokkelen van goederen. Er zijn tot nu toe geen concrete bewijzen tegen specifieke medewerkers, maar het gedrag van enkele politieagenten wordt onderzocht. De politie heeft verscherpte controles ingesteld om misstanden te voorkomen. De politiewoordvoerder waarschuwde dat burgers die betrokken raken bij het smokkelen van goederen zichzelf in juridische problemen kunnen brengen. En benadrukte dat het KPS geen misstanden binnen het korps zal tolereren. Zelfs onderhoudspersoneel komt niet bij de cellenhuizen, dus de focus ligt op onze eigen mensen, aldus Gensmeel. Bronto Somoharjo, ook al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Op zaterdagavond heeft Bronto Somoharjo, ondervoorzitter van Perchaya Luhur, zich opnieuw fel uitgesproken over de Surinaamse vicepresident en ABOP-leider Ronnie Brunswijk, die hij beschouwt als onbetrouwbaar. In een onthutsend harde toespraak tijdens de feestvergadering van zijn partij, zei Somoharjo dat Brunswijk, ondanks zijn positie als vicepresident, niet in staat was om betrouwbaar politiek leiderschap te bieden. Somoharjo noemde Brunswijk aboy takru. En beschuldigde hem van politieke domheid, achterlijkheid en rancune, wat volgens Soma Harjo de reden was waarom hij als minister van Bisa moest vertrekken. Hij ging verder door te zeggen: Ook al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding, waarmee hij niet alleen Brunswijk, maar de huidige politieke situatie in het land als geheel hekelde. De ondervoorzitter van PL uitte zijn bezorgdheid over de manier waarop Brunswijk volgens hem probeerde politieke partijen te omkopen, wat niet gelukt zou zijn. Ook uitte hij zijn frustratie over de massameeting die Brunswijk en kleine partijtjes samen hielden, waar slechts een handvol mensen op afkwam, waarvan velen zouden zijn betaald om aanwezig te zijn. Honderd mensen, het is een schande, aldus Somoharjo. Somoharjo stelde verder dat de politiek de laatste maanden lelijk is geweest voor hem, zijn gezin en achterban. Hij uitte zijn teleurstelling over de manier waarop president Chan Santoki zijn partij had behandeld, vooral met betrekking tot het accepteren van onderministersposten. Volgens Somoharjo had Santoki zijn partij eerder beloofd dat zij de post zouden mogen invullen, maar zich niet aan deze belofte gehouden. Somoharjo benadrukte dat de PL geen onderministersposten had gevraagd en enkel in de regering wilde blijven voor het grotere politieke belang. Met een bezorgde toon sloot Somoharjo af door te waarschuwen dat wanneer er geen sprake is van betrouwbaarheid, oprechtheid en respect in de politiek, het land zichzelf in gevaar brengt. Als je niet betrouwbaar bent in de politiek, dan ben je net als een auto zonder stuur en remmen. Je gaat ongeluk krijgen, zei hij. En hij riep president Santoki op om zijn belofte na te komen. Anders zou hij de geschiedenis ingaan als de president van gebroken beloftes. Dit was het voor nu. Bedankt voor het kijken. Ik ben Hermine voor RTV 48. Like en abonneer. Dan ziet u ons terug in de volgende uitzending. Eet smakelijk en tangboom.